Audio Jungle. Audio Jungle. Nieuws. Regisseur Job Goschalk ging te ver. Ik moest een potje masturberen. Verschillende acteurs klappen uit de school over het grensoverschrijdende gedrag van de regisseur, schrijver, film- en televisieproducent Job Goschalk 50. Zo werd acteur en presentator Winston Post door Goschalk gevraagd om te masturberen. Post brak de bijlessessie die hij met de regisseur af na het aparte verzoek. Ik denk dat het feit dat ik niet inging op zijn lesmethodiek, zeker geen positieve invloed op mijn carrière heeft gehad, eerder andersom, zegt Post tegen NOS op 3. Machtsmisbruik door toedoen van seksuele intimidatie, noemt Post het. Alles natuurlijk onder het mom van dat het erbij hoort als je acteur bent en je geen genen moet hebben. Onderbroek. Goschalk geeft toe dat hij te ver is gegaan toen hij onvoldoende rekening hield met het verschil tussen zijn positie en die van een acteur. De verklaring van de regisseur en producent kwam voorafgaand aan een artikel in Nieuwe Revue, waarin drie acteurs hem beschuldigen van seksuele intimidatie. Volgens hoofdredacteur Jonathan Ussen hebben zich na een eerdere publicatie 7 personen gemeld bij het weekblad met verhalen over de voormalig castingdirecteur, maar niet iedereen wilde meewerken aan een artikelpunt in het verhaal, dat dinsdag op de website staat. Komt onder andere Etienne Poeder, hoofdrolspeler in de musical The Lion King uit 2005, aan het woord. Nog niet bekend met wat kan en mag in de entertainmentwereld, heb ik mezelf tijdens een privé-sessie met Job moeten uitkleden om in mijn onderbroek mijn lied ten gehore te laten brengen. Hij vertelde me dat ik dat gewoon moest kunnen, ook als hij ter plekke zou gaan staan masturberen. Poeder zei zich hierbij zeer ongemakkelijk te voelen. Punt ook de andere twee, die anoniem blijven, hebben verhalen over audities waarbij ze zich moesten uitkleden of seksuele handelingen bij zichzelf moesten verrichten. De producent heeft volgens het tijdschrift in een verklaring zijn gedrag deels toegegeven, maar zegt ook dat er bij zijn weten nooit ongewenst fysiek contact is geweest. Hij biedt zijn excuses aan en wil graag in gesprek met Etienne Poeder. Nooit iets voorgevallen. Regisseur Jean van de Velde werkte diverse keren samen met Job Goschalk die de acteurs voor een aantal van zijn films, Wildromansen, All Stars, koos. Maar er is nooit iets voorgevallen omdat ik zelf altijd bij de casting van mijn films aanwezig was. Ik heb nooit van iemand iets vernomen over mogelijk wangedrag van Job. Ik ben daarom ook verrast over de aantijgingen tegenover zijn persoon. Job is geen grote man, ik zie hem niet direct in staat om zich fysiek aan iemand op te dringen. Kijk, op filmsets gebeurt heus wel wat. Zelf ben ik als 19-jarige beginneling op een filmset lastiggevallen door de inmiddels overleden Franse acteur Jean-Claude Brialy. Maar ik kon hem van mij afweren, ik heb er geen trauma aan overgehouden. Laten we niet vergeten dat Job niet in staat van beschuldiging is gesteld. Er ligt geen aanklacht. Het is dus niet zo dat zijn dagen in de Nederlandse filmwereld geteld zijn wat mij betreft. En ook al geeft hij toe dat hij dingen heeft gedaan die niet helemaal in orde zijn, de brandstof staat bij mij klaar.